Welkom bij Cultuurcafé vanuit de entreefoyer van de Stadsgehoorzaal. Aan het eind van het programma weet je precies wat je de rest van de week in de Leidse regio kunt gaan doen. Zometeen de weekagenda, maar nu eerst de reportage over de mannenavond tijdens de première van Deadpool. Ik ben hier vanavond in Lido, in de bioscoop, bij de nieuwe film Deadpool. Het is de première, het is Men's Night, vandaar de snor. Er is bier, er zijn bitterballen, dus ik ben heel benieuwd wat de mannen ervan vinden. Ik heb Robert meegenomen als mijn referentiekader voor deze avond. Robert, wat vind je er tot nu toe van? Tot nu toe, ja, er is nog niet heel veel gebeurd. Ik heb een biertje gekregen, dus ik ben nu al gelukkig. Heb je de bitterballen al geprobeerd? Ik heb nog niet de bitterballen geprobeerd, dat moet ik nog even doen. Wat vind je nou van de bier- en bitterballenavond hier? Ik vind het wel lekker en bier is goedkoop, dus dat is altijd goed. Moeten ze het vaker doen? Altijd. Altijd, elke week of zo is wel lekker. Voor alleen mannen of mogen vrouwen voor jou ook komen? Nee, vrouwen mogen niet komen. Wat verwacht je van de film? Ja, sowieso tof. Ik heb veel trailers gezien, dat wordt wel wat. Een vrouw op de mannenavond? Ja, mooi man. Maar waarom? Nou ja, mijn nichtje die kwam er eigenlijk mee. Die zei van, joh, je een keertje naar Deadpool meegaan. Ik zei, nou ja, oké, prima. Dat het nou Men's Night is, ik wil ook gewoon bier en biba's, dus wat dat betreft. I love you, Wade Wilson. We can fight this. You're right. The cancer's only my liver, lungs, prostate and brain. All things I can live without. What if I told you we can make you better? You're a fighter. We can give you abilities most men only dream of. Make you a superhero. You just promise you'll do right by me, so I can do right by someone else. And please don't make the super suit green or animated. One thing that never survives this place is a sense of humor. We'll see about that, Pop Spice. Oh, come on. You gonna leave me all alone here with less angry Rosie O'Donnell? Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Packed in your stack, especially in the back. Brother, I wanna thank your mother for a butt like that. You're a shot for me. Wondering why the red suit? Well, that's so bad guys can't see me bleed. This guy's got the right idea. He wore the brown pants. Daddy needs to express some rage. Let's go give it to you. Motherfucker! Let's go deliver to you. Damn right, can I do it again? Yeah. I am right, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break these enemies. It reeks like old lady pants in here. Sounds like you have a dick in your mouth. Oh, motherfucker, you are hard to look at. Like a testicle with teeth. You look like Freddy Krueger face-fucked a topographical map of Utah. Exactly. I'm touching myself tonight. X go give it to you. He go give it to you. X go give it to you. He go give it to you. You are haunting. You look like an avocado had sex with an older avocado. Thank you. De film is afgelopen. Robert, wat vond je ervan? Ik vond het hilarisch. Ja, absoluut. Goeie film. Niet je standaard superheldenfilm of zo. Het was vol humor. Daar hou ik van. En als er nou nog een keer Men's Night is, ga je er dan weer heen speciaal op de Men's Night? Of denk je, ik ga dan wel gewoon met de normale uitvoering? Ja, Men's Night had wel eens een dingetje. Het is natuurlijk wel gewoon tof om een aantal mannen hier een film te kijken. Ja, ze merkt het ook echt wel aan de sfeer van de zaal. Natuurlijk ook het bier wat lekker ging. Het is een beetje jammer dat we na een tijdje overging op het lauwe bier voor dat film begon. Maar als je dan uiteindelijk hoort dat er 50 kratten erheen zijn gegaan, dan begrijp ik ook alweer dat het uiteindelijk niet meer aan te trekken is. Ik ben al lang blij dat ik uiteindelijk weer koud bier gehad heb en dat het allemaal lekker gaat. Ik heb een topavond gehad. Mooi, dan sluit ik daar graag mee af. In de Leidse Schouwburg kun je zaterdag kijken naar de finale van het Leids Cabaret Festival. In de Stadsgehoorzaal naar het Scheiden van de Marktconcert en in de Aalmarktzaal speelt het trio Fantasticus.
Deze zaterdag is er de mogelijkheid een aantal verschillende kerken te bezoeken. Namelijk de Pieterskerk, waar de Scratch muziekdagen plaatsvinden. Deze zaterdag met highlights uit onder andere The Sound of Music en West Side Story. In de Lokhorstkerk geeft Marietta Petkova een pianoconcert en in de Waalse kerk kun je naar orgelmuziek luisteren. In Naturalis kunnen kinderen deze avond overnachten in het museum tijdens de Dino-snurk en in de Dusastraat speelt Fields of Wonder. De voorstelling wordt verbonden door een korte wandeltocht die voert langs vurige verlangens, hartstochtelijke fantasieën en gepassioneerde bezigheden van Leidenaren. In het Plantsoentheater zijn de Andersons te zien, het muziektheater in bijzondere samenwerking met Arjen Lubach. In Theater Insblauw speelt de voorstelling In de Wachtkamer van de Liefde. Hierin zitten kleurrijke personages die allemaal een verhaal over hun zoektocht naar de liefde hebben. De dag voor Valentijnsdag is er ook een hoop live muziek te zien. Namelijk in Seithof, waar je 's ochtends kunt genieten van de open zangochtend en later van het Sambaya-duo. Met Miguel Rubio op zang en gitaar en Rafael Morales op de contrabas. In De Waag draait DJ Joost Vetter plaatjes en in Café de Twee Spiegels speelt Raoul Santana. In Café van Hout speelt de levende jukebox Willem Bodie. In Café de Trechter goes wel Halo Funky met 4 DJ's. In Rockcafé Lazarus speelt Jewel. In Studio De Veste de Leidse band Maximum Overdrive. In Café de Valk zingt Danny Zuiderwijk. En deze zaterdag kun je je eigen singles meenemen naar het Praathuis voor de singlesparty. In Gebroeders de Nobel kun je verkleed dansen tijdens de carnavalseditie van 5. Op Valentijnsdag kun je in de Aalmarktzaal luisteren naar de klassieke muziek van Philip Glass, uitgevoerd door Michiel Borslap en Lavinia Meijer. In de Barré-zaal speelt het Zuiderlijk Toneel de voorstelling Bejaarden en Begeerten voor oudere jongeren en jongere ouderen. In de Leidse Schouwburg kun je kijken naar Snowden, een bloedstollende thriller van Allerblom over deze klokkenluider. Ze zien alles. Als er ooit iets vreselijks gebeurt in de wereld, willen we allemaal dat dat nooit meer gebeurt. Wij vormen het applaus als de grote namen in de wereld praten over veiligheid, over een oorlog tegen het terrorisme. Wij vormen het applaus, terwijl we er geen idee van hebben welke wapens er op dat slagveld gebruikt worden. En terwijl deze zogenaamde oorlog wordt uitgevochten in onze achtertuin, in onze woonkamer, in onze slaapkamer en in de slaapkamer van onze kinderen, klappen we nog steeds. Ze zien alles. De WhatsAppjes die je verstuurt om een leuke avond af te spreken met je vrienden. De e-mail die je verstuurt naar je familie. Het recept dat je zoekt op Google. De sms die je stuurt naar je geliefde om te zeggen dat je van haar houdt. Ze zien alles. Toen ik hun geheim ontdekte, wist ik dat ik dit moest doen. Als je zoiets weet, kun je onmogelijk je mond houden. Ik moest iets doen. Maar ik wist ook dat als ik iets deed, mijn leven voorbij zou zijn. Ik zou afscheid moeten nemen van mijn familie, mijn vrienden, mijn vriendin. Ik zou moeten onderduiken. Ik zou een plek op de wereld moeten vinden waar ze me nooit zouden kunnen vinden. En daar zou ik moeten onderduiken. Ze zien alles. Laat me vertellen hoe ik hier ben beland. Laat me nog 1 keer vertellen waarom. Laat me vertellen waarom ik deed wat ik deed. En laat me vertellen dat het me niet om de aandacht ging. Niet om de pers, niet om de faam. Niet om de reputatie van klokkenluider van de eeuw. Het ging mij om u, om ons allemaal. Laat me dat alles vertellen voor ik verdwijn. Voor ik in rook opga. Ik moet wel. Ze zien alles. Ook kun je deze zondag boodschappen doen op de Biologische Markt en in de Pieterskerk kijken en luisteren naar de Armed Man Jenkins en Carl Orff die delen uit de Carmina Burana uitvoert. In Café de Trechter kun je klaar voor jassen en in het Plantsoentheater is de tweede voorstelling van de Andersons. Ook is er weer live muziek te beluisteren. In De Waag speelt het New Market Quartet, in Theehuis de Leidse Hout spelen De Heren, in Stadscafé van de Werf speelt Noekje, in De Grote Beer is er weer een nieuwe editie van Jazz on Sunday, in Café de Twee Spiegels speelt het Simon Richter Quartet, in cabine 3 van het muziekhuis speelt Black Volvo. In het Praathuis spelen zoals gewoonlijk op zondag weer de Men in Blues. In Gebroeders de Nobel is er een nieuwe editie van Six String Sessions. En in Studio De Veste kun je zelf muziek maken tijdens de jam-sessie. In Café De Twee Spiegels kun je ook deze maandag muziek maken tijdens de jam-sessie. In de Leidse Schouwburg speelt de tweede voorstelling van Snowden. In het Kijkhuis kun je kijken naar de preview van de documentaire die Teun Voeten en Maaike Engels maken over het vluchtelingenkamp in Calais. En in Theater Insblauw spelen de Kyoto-scholiers de voorstelling Bastaard. Dinsdagavond kun je voor folkmuziek in Café de Trechter terecht tijdens de folksession. In de Leidse Schouwburg presenteert het Rotterdams gezelschap Connie Jansen danst in de voorstelling I'm Here,
Twee bijzondere choreografieën in één programma. In Theater Ins Blauw speelt het gezelschap Het Paard dat Vliegt de kindervoorstelling Kwijt. Een verwarrend grappige voorstelling over de vergankelijkheid en onvoorwaardelijke liefde tussen grootvader en kleinzoon, over weten en vergeten. In Gebroeders de Nobel treedt de Amerikaanse rapper live op. In de Leidse Schouwburg speelt de thriller Hartstocht met onder andere Oda Spelbos, Sandra Matti, Vincent Croiset en Evert van der Meulen. Schatje, waar ben je? Je bent thuis. Je zit op de bank. Een glas wijn te drinken. Wat deed hij allemaal bij je? Hoe noemde hij je? Vond jij het lekker als hij in je hals kriebelde? Met zijn nagels over je naakte rug ging. Lieve woordjes in je oor fluisterde. We zijn toch vriendinnen? Moet je elkaar kunnen vertrouwen. Wees maar niet bang hoor. Hij is niet geladen. In de Aalmarktzaal spelen Jentel en de Boer hun lachwekkende voorstelling De Snoepwinkel is gesloten. Op de oude vestlocatie van B+C spelen Sander Lekkerkerk en Giel-Jan Hulricks een lunchconcert. En in de Kubus is de tweede editie van Young Quiet Quiet te bewonderen. In Theater Ins Blauw speelt het gezelschap Berg en Bos een coming of age voor bejaarden. Een voorstelling met onder andere Paul Erkooy en Joke Tjalsma. In Studio De Veste kun je muziek maken tijdens de jam-sessie. En in Gebroeders de Nobel speelt de Flying Horseman met in het voorprogramma Stad. Waag deze donderdagavond een borrel in de waag met DJ Casper Fok. Ook komen er uiteraard weer nieuwe films in de bioscoop. Met deze donderdag Zootropolis. Een stad als geen ander, een moderne wereld met alleen dieren. 999 is een misdaaddrama over een aantal corrupte politieagenten die een grote overval plannen. Dirty Grandpa is een comedy met Zac Efron en Robert De Niro, waarin een kleinzoon door zijn perverse opa gestrikt wordt om hem naar Florida te rijden en om te feesten. I gotta pick up my grandpa. He's not doing too well. My grandma just passed. Why do you have to take him to Florida? It's just with the rehearsal brunch on Friday. Just freaking out. You have to worry about anything. Grandpa, you ready to hit the road? I thought the plan was to have breakfast here. That's your breakfast. Now let's get in that giant labia you drove up in and get the fuck out of here. So you're a lawyer, man? Being a corporate lawyer is awesome. I get to handle SEC compliance. No shit. LP agreements. Oh. LLC agreements. You know what I'd rather do? What? I'd rather let Queen Latifah shit in my mouth from a fucking hot air balloon. Familieweekend draait om de rijke weduwnaar Peter Severijn die zijn kinderen uitnodigt voor een familieweekend met de aankondiging dat hij belangrijk nieuws heeft. Het verhaal van Hail Caesar beschrijft een dag van de studiofixer die zich in allerlei bochten moet wringen om problemen van de studio op te lossen. Sure. Would that it were so simple? Would that it were so simple? Would that it were so simple? Would that it were... Wait, watch my mouth. Would that it were so simple. Would that it were so would simple. It were so simple. Would that it were so simple. My dear boy, why do you say that? Why do you say twer? Well, you said say it like I say it. Yes. Would that it were so simple. No, no, you seem to be lingering. It's interminable, the were. I'm wondering when it'll end. And we shouldn't be wondering, should we? We should be marching right along to so simple. Would that it were so simple. Trippingly. Would that it were so simple. Trippingly. No, don't say trippingly. Say the line trippingly. In het Imperium Theater speelt de voorstelling Killer Joe. Met zijn vlotte dialogen, vol one-liners en zijn groot gevoel voor zwarte comedy zorgen zij voor spectaculair theater. In de Stadsgehoorzaal speelt het Amsterdam Sinfonietta. In de Leidse Schouwburg speelt de tweede voorstelling van de thriller Hartstocht. In Gebroeders de Nobel kun je deze vrijdagavond in de kleine zaal kijken naar King Dude met in het voorprogramma Gold. En in de grote zaal is de Spice Girls editie van 90s Now. In Café de Twee Spiegels speelt het Sadeno Trio tijdens een cd-tour. En bij de Vrijplaats kun je lachen tijdens de Leiden English Comedy Night. In Studio De Veste is het Clint Maranja's Party. En in Rockcafé Lazarus speelt Bad as Love weer Hendrix Koffers. Waag tot slot deze vrijdagavond een borrel in de waag met DJ Michael Christen. Tot slot mag ik nog kaartjes weggeven voor de nieuwe bioscoopfilm Hail Caesar. Wil je nou kans maken op deze kaartjes? Stuur dan een e-mailtje naar cultuurcafé@unitytv.nl. En wie weet zit jij volgende week in de bioscoop. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.